Kijk alle mensen, we zijn er in de kou. En ik zeg wel, want ik ben niet alleen, ik ben samen met mijn sneeuwvrienden in het set van Frozen. Elsa is er ook. Elsa? Oh, je vader, hey. Maar jullie kijken thuis, vragen je ongetwijfeld af, hey, Jo, waar is je stem zo verrot? Nou ja, Joost heeft me met mijn keel geslagen gisteren. Doe het even na. Reconstructie. Hey, ik ga weer gaan slapen, joh. Je vraagt je ongetwijfeld ook af, hey jongens, waar zijn jullie? Nou ja, we zijn in Finns Lapland. We zijn met grote vriendjes van Wonder, want ja, ze hebben ons hierheen gestuurd. Laten ons allerlei dingen doen die superleuk zijn, maar waarvan we niet weten dat we het gaan doen. Fuck all your little fuckers! Die video's komen online op het kanaal van Wonder, dus dat is één groot feest. Of ze zijn online. Weet je wat het is, Joost? Ja. Hey, hou op! Hou op! Je kan hier zo hard schreeuwen en niemand hoort het. Los van het feit van iedereen die de video kijkt, deze mensen hier en wij twee, zeg maar. Dat is best wel veel. Hoe is het met je? Ja, gaat wel goed. Is dit waarom we hier zijn gaan zitten? Ja, ik mag een beetje praten. Hallo, ik ben je beste vriend. Nee, ik was je beste vriend. Totdat Martijn Stuntkabouter in beeld kwam. Fuck, is Stuntkabouter! Stuntkabouter! Rustig. Jullie hebben ons vragen gesteld over het leven. Je hebt nog helemaal niet gevraagd of ze vragen hebben gesteld. Wel. Ga maar in de hoek staan. De eerste vraag. Wat is leven? Kijk, je kan het doekjes omheen winden, maar dat kan je ook niet doen. Je kunt ook gewoon recht door zee antwoord geven op de vraag. Wat is leven? Nou, wat is jouw leven? Mijn leven bestaat uit niet dit. Mijn wel. Waar staat DS überhaupt voor? Dikzak? De nieuwe Nintendo Dikzak. Yeah! Zonder wie kunnen jullie niet leven? Nee. Stunt kabout! Ja, ook al. Martijn, als je dit ziet, jongen, ik ram je in je dikke buik. Wat? Yo, Martijn. Yo, man. Hé, hey, ik ben hier met Kelvin. Hij zegt dat hij ram je in je dikke buik! Tom met hoesten op me. Ja. Ik was voor het eerst weer ziek met oud en nieuw en dat is echt kut. Ik was niet te ziek met oud en nieuw. Ja. Was het met stuntkabouten? Nee, ik was met Isa. En je mag Isa niet in haar buik slaan. Ben je blij met wat je tot nu toe bereikt hebt? Ja, ik ben momenteel wel blij met wat ik bereikt heb. Ik had laatst opslag gekregen op mijn werk. Mag een uurtje minder werken. Leuk. Gaat dat zo? Als je opslag krijgt, dat je gewoon minder hoeft te werken? Dan weet jij niks vanaf, meneer, filmpjes maken op YouTube. Ik elke dag een filmpje. Niet. Elke week een nieuw filmpje. Hoe kan ik... De laatste parodie van jou is wel toch? Dat was een laatste parodie. Die met Milan. Zochtens, daar ja, ik op. Oh, kijk wat ik hier aan heb. Wow, je bent echt blank. Mensen dachten dat Kelvin echt blank. Dit is echt blank. Dit zijn gewoon mijn benen. Jij bent zo blond, je hebt gewoon niet eens een muts op. Ga je nou naar huis. Welke muts bedoel je trouwens? Topnok. Waarom zijn jullie zo leuk? Iemand met een fanaccount van Unaki. Yo, vraag het even lekker aan Ryan. Abel. B tot voorhoede. De A tot de B. Hey. Het is de B tot de A tot de B. E-L. Ken je dat echt? Ja, natuurlijk. Jongen, ik heb ook geleefd, weet je nog? Voordat je elke dag een filmpje maakt. Hou je bek, wij doen ook een filmpje. Alleen maar dezelfde vraag, wat we willen bereiken met ons leven. Dus wanneer moet een mens überhaupt iets bereiken in zijn leven? Waarom moet dat? Wie beslist dat het moet? Je kan toch ook gewoon altijd niks bereiken en dan daarvan genieten? Zoals hij. Je moeder en je beste vriend en degene die stinkend rijk en gelukkig maakt verdrinken. Je kan één iemand redden, wie red je? Het is echt een van de grote kutvragen ooit. Wat zou jij doen? Oh, je kan één iemand redden. Oh, ik dacht je één iemand moest vermoorden. Dat is nog erger, nu gaan er twee mensen dood. Het is echt raar, degene die stinkend rijk en gelukkig maakt. Oh ja. Nou, dan red ik die persoon. Die maakt me gelukkig. Waarom zou ik dan die... Ja, maar... Ik kan wel raar gaan kijken met je... Deze familie dood. Met je neppe... Je familie is dood. Met je neppe sjaal. Kelvin, newsflash. Je leeft al een jaar lang in een waanillusie met je YouTube. Je familie is dood. Je hebt een neppe sjaal. Hoe kan een sjaal nep zijn? Dit is een neppe sjaal. Weer begeleiders, hij heeft weer waanillusies. Hebben we een dwangbuis? Wat dan is een dwangbuis? Heb je Shutter Island gezien? Ja. Niet. Wel. Twee keer. De toren aan het eind. Vuurtoren. Wat is je levenslied? Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. Ik leef niet meer voor jou. Geloof je in karma? Ja, stuntkabouter, geloof je in karma? Hou eens op dat hij relevanter is dan jij. Dat baseer je op wat? Jij uploadt elke dag. Dus, niet waar, wel een, ja. Wel mijn vraagadvies is. Filosofische bullshit. Het is hier -5 trouwens. Mocht je je afvragen waarom het kan dat alles hier bevroren is. Nou, dus daarom. Ja, we hebben een goede vraag. We hebben een goede vraag. Je moet even komen kijken. Het is wel van een guy die op jou lijkt. Heb je gewoon een vraag gesteld via mijn Twitter? Begeleiders! Kelvin gaat weer gek. Hij me weer in die rare hout geven van hem. Begeleiders! Breng de dwangbuis! We gaan strijden ten onder, jongen! Injectie naar de Yo, beter mag Joost even op zijn Nintendo DS. Is leuk voor. Wow! Echt mooi aardig voor diegene! Dat is überhaupt geen vraag. Nou, als je een vraag het kan stellen. Yo, mag Joost alsjeblieft op zijn Nintendo DS? Is leuk voor hem. Yo, ik heb hier nog een nieuwe vraag. Oprotten met je Nintendo dikzuk? Wow, net als diegene hier bij... Heb je nou mijn skibril op? Ja. Begeleiders! Oké, ik doe Nintendo wel. Maar Joost, wat vind je tot nu toe van Finns Lapland? Mocht je afvragen hoe het is, dit is hoe het is. Nee, ik vond... Ik, ik,
is leuk. Ik voel me nu net zo'n kind die thuis komt van school. Hoe was school? Is gewoon leuk en dan is dat niet genoeg. Nee. Ik ben op bezoek in jouw iglo. Je zei letterlijk, yo, kom even hangen. Welkom in mijn iglo! Wat als je het leven omgekeerd zou leven? Dus je begint als een bejaarde. Dat is echt super kut. En je begint, zeg maar, je kunt dan eindelijk plassen en shit. En dan kun je het weer niet. Oh. Dat is precies hoe het leven normaal ook is. Maar weet je wat wel raar is dan? Zeg maar, je eindigt gewoon met dat je gewoon in je broek kakt en pist en huilt om alles. Hey, maar wat vind je nou van Enzo Knol dan? Waarom vraag je dat? Wow, what the fuck? Ik ben geen... Ik zit bij RTL Boulevard of zo. Nee, ik vind Enzo een leuke jongen. Ben je van Banjo Movies? Bardo is afgevallen. Echt? Hoeveel? Dat weet ik niet. Heb je niet even gevoeld? Kan toch? Hallo, jij bent zo close met stunt. Begeleider! Zoek de verschillen tussen Stunt Kabouter en Banjo Movies. Go! Dat kan niet. Het is dezelfde persoon. Ja, dat was Joe. Ja, daarom was Stunt laatst in de stad met Nessim. Oh, alle drie dezelfde persoon. Hij is ook QC. Iedereen stelt alleen maar Pokémon vragen. Ja, dan moet je niet tweeten. Yo, stel me vragen over Pokémon. Ja, heel gek. Iedereen stelt alleen maar Pokémon vragen. Ik ga een Pokémon quiz zetten, oké? Okay? Wat is de eerste gym waar Ash in gaat vechten? Peter City gym van Brock. Wat is cupmaat van Misty? Misty. D. Volgende vraag. Pidgeotto, is dat een vogel? Nee, dat is een Pokémon. Ah! Wat poept Charizard? Pokémon poepen niet. Wel. Nee. Heb je ooit Pokémon zien poepen? Nee. Nou, dus niet. Als Misty D is, dat is Brock dan. Heb je ooit Pokémon gekeken? Ja. Ik heb een Pokémon vraag voor jou. Als die fout is, ga ik nu weg. In de eerste Pokémon film. Hoe ze maar. Droomlijn. Ik vroeg letterlijk, yo, ik wil lijken op een auto. Ik wil sneller kunnen rennen. Je lijkt echt op Dash van The Incredibles. Wow. Heb je trouwens geslapen in dit ding? Min 5. Ik had koude voeten. Joost snurk. Maar echt hard. Ik zal het even nadoen. Deze muts heb ik trouwens gekregen. Die mag ik ook niet houden. Nou en? Heb ik dat gezegd? En maar hou je nog een beetje van? Ben je nog een beetje verliefd op mij? Je bent veranderd, man. Ik mis de oude Kelvin. Waar is je paprika? Zie je nou eigenlijk is het al een jaar in de cel. Je bent nooit hier buiten geweest. Ja, kom maar met je Pokémon vraag. Ja, oké, drie vragen. Yo, what the fuck is dat dan weer? Ja, omdat ik niet weet wat jouw kennis is. Oké, doe maar. Uit welke stad komt Ash? Pelletown. Dat klopt. Boy! Jij weet niks over die nieuwe Pokémon. Vraag dan iets. Welke Pokémon, dit is ook van de oude serie. Welke Pokémon gingen ze altijd in het water? Wie zijn ze? Je refereert op iedereen. Ash, Misty, en Brock. Welke Pokémon zaten ze dan? Dotus, Dettos. Lapras. Lapland. Lapland! It all makes sense now. En de laatste vraag, kom op. Nee, dat was hem. Je had hem al fout. Nu ga je weg. Ja. Ga je deze video noemen? Ik bedenk de video van de titel zeg maar 1 minuut van voren. Ik wil nog best even op Tinder gaan, dan kun je dat als titel zien. Is Tinder duur? Tinder is gratis. Nou, even 1 match hebben met een IJslandse chick. Oh, werkt het zo op? Maar je kunt dan een straal van zoveel meter van je locatie doen. Ja. Oh. Oh ja, mag ik trouwens afvragen wat dit voor raar altaar is? Je kunt hier trouwen als je wil. Ah! Wat is het überhaupt? Als wij ergens een Bobby hadden, zou je echt die saai met die bril zijn. Jij bent blauw. Ja, ik zou de coole zijn, maar de slimme. Jij zou de soepkip zijn. Jij bent echt een soepkip. Ik ben een soepkip! Yo, als Joost op Tinder in Lapland. Ik heb nu letterlijk mensen alsnog uit Leeuwarden. Echt waar? Ja, welke moet ik opgaan als ik niet... Janneke! Als ik niemand wil, welke moet ik opgaan? Nee, je gaat liken! Nee, niet doen, niet kruisje, liken! Op het kruisje. Ebony. Dit is letterlijk. Ik had wat met haar toen ik 14 was of zo. Let ik de vierde niet tegenkom. Nee, ik stop me. Ik ben de doel opgeschreven. What the fuck is dit voor app? Auw. Lieve mensen, wil je nou meer van deze fantastisch leuke reis zien? Dat kan zeker. Dat kun je doen door naar het kanaaltje van Wanda te gaan. Daarop staan allerlei video's waarin we fantastisch leuke dingen doen. Bijvoorbeeld rijden met huskies. Visueel was gewoon alles perfect. Dus het was allemaal wit en die beesten gingen werden helemaal gek. En je had gewoon mooie lucht en zo. Dus ik heb daar echt achterin gezeten als een soort van gelukkig kind. Huskies! Oh, it's a me!